We zijn begonnen met wat willen we nou eigenlijk bereiken? Nou, een goed, voldoende stabiel pensioen tegen een acceptabele prijs. Dat is natuurlijk ook één doelstelling. Maar heel nadrukkelijk ook transparantie en maatwerk. Zodanig dat de risico's kunnen worden afgestemd op de karakteristieken van het individu. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd. Want de hoeveelheid risico die je als ouderen kunt dragen is nou een keer anders dan de risico's die je als jongeren kunt dragen. Het vernieuwende van dat voorstel is denk ik dat er aan de ene kant een boel overeenstemming is tussen pensioendenkers die daar op het eerste gezicht, zou men denken, heel verschillend over denken. Maar dat toch veel van de verworvenheden van het Nederlandse pensioenstelsel gewoon behouden kunnen worden. Bijvoorbeeld de levenslange uitkering, uitkering tot overlijden, is een van de sterkmakers van het stelsel. Die is best te combineren met een premieovereenkomst. Ook het risico kunnen nemen, ook in de uitkeringsfase, dus na pensionering, is best te combineren met de sterke kanten van premieovereenkomsten. Denk in het bijzonder aan een helder gedefinieerd eigendomsrecht. We stellen dus ook voor om jaarlijks aan alle deelnemers gewoon te vertellen hoeveel vermogen er voor hen apart gezet is in het pensioenfonds. Zodat men niet meer het gevoel heeft tegen die tijd dat ik met pensioen ben, zal er voor mij wel helemaal geen geld meer zijn. We vinden ook dat de pensioensector gewoon moet verantwoorden waarom die waarde fluctueert. Dat kan zijn als gevolg van ingelegde premie, maar dat kan natuurlijk ook zijn als gevolg van beleggingsrendementen of vanwege het feit dat als iemand overlijdt, dat pensioenvermogen niet naar de nabestaanden gaat, maar juist naar de overige in de collectieve pool. Dus risico's worden gedeeld, zoals we dat dan zeggen. Dat maakt ook maatwerk mogelijk. Dat stelt de vraag aan de orde. Delen wij op het ogenblik wel de risico's toe zoals we dat zouden willen? Stel dat er een ontwikkeling in de medische wetenschap zou zijn waarbij wij vrij zeker weten dat een bepaalde ziekte waaraan nu nog veel mensen overlijden over 30 jaar te behandelen zou zijn, dat mensen daar niet meer aan overlijden. Technisch gezegd een stijging van de levensverwachting van jongeren. De logica van nu is dat als de levensverwachting van jongeren stijgt, de waarde van de verplichtingen van het pensioenfonds stijgt, de dekkingsgraad daalt en alle deelnemers daaraan moeten meebetalen. Dat betekent dus dat de ouderen moeten minder indexatie krijgen of in het extreem zelfs een korting krijgen, omdat de levensverwachting van de jongeren is gestegen. Terwijl de jongeren daar het profijt van hebben en ook nog eens een keer het economische nadeel van langer kunnen leven. Want hoe gek het ook klinkt, langer leven kost meer geld. Economisch gesproken is het een nadeel. Maar ze kunnen dat natuurlijk ook opvangen door langer door te werken. Als ik tenminste veronderstel dat niet alleen de levensverwachting, maar ook de gezonde levensverwachting stijgt. Dus ik denk dat we heel goed moeten gaan nadenken over of het delen van dat soort risico's alleen maar via de collectieve dekkingsgraad, dat leidt tot dit mechanisme, of dat werkelijk is wat we willen. We komen dus tot het voorstel om pensioenen meer te baseren op kapitaal, dan wel alleen tot pensionering in de opbouwfase. Dat is een discussie die op het ogenblik ook al speelt in Den Haag. Door staatssecretaris Kleinsma ook aangekondigd dat ze zou onderzoeken in hoeverre daar aantrekkelijke verbeteringsmogelijkheden zijn. Samen met Lans Bovenberg zijn we zelfs nog een stap verder gegaan. Komen we met het voorstel van zogenaamde persoonlijke pensioenrekeningen met toegevoegde risicodeling. En daarin is het mogelijk om die transparantie en dat maatwerk niet alleen te bieden in de opbouwfase, maar ook in de uitkeringsfase, dus in de fase na pensionering.